Welkom allemaal op ons feest van de vereniging en op deze viering van 10 jaar buurtsecretariaten. Hier is de plek waar het allemaal begon en we gaan daar straks even wat dieper op inzoomen. Het programma hier is kort en krachtig. We hebben Schepen du Château die een korte inleiding zal geven en ons 250ste lid in de bloemetjes zal zetten. 250ste lid van de buurtsecretariaten. Daarna duiken we even in de geschiedenis van de buurtsecretariaten met Katrien Wijns. Zij heeft het eerste buurtsecretariaat opgericht en zal daar alles over vertellen. En we hebben ook nog een salongesprekje met twee boeiende verenigingen die ook gebruik maken van het buurtsecretariaat. Dit is dus mijn zoon. Die breekt het ijs. Maar ik geef het woord aan Schepen du Château. Ja, goedemiddag allemaal en allereerst al mijn excuses dat ik er niet zo feestelijk uitzie als sommige anderen van jullie. Maar jullie weten dat het vandaag ook lentepoets was. En ik ben eigenlijk al de hele dag op heel veel plaatsen van de lentepoets gaan kijken. En laat ons zo zeggen, het weer was vandaag niet zo geweldig om in een kostuum op je fiets te zitten. Dus ik ben een beetje gewoner gekleed, maar alleszins in mijn hoofd ben ik heel feestelijk samen met jullie. Want vandaag vieren we 10 jaar buurtsecretariaten. Verenigingen, jullie dus zijn het cement van de Antwerpse samenleving. Ze brengen mensen met elkaar in contact, maken mensen wegwijs in de maatschappij, bestrijden de armoede en maken Antwerpse buurten gezelliger om te wonen. Antwerpen telt duizenden verenigingen van bewoners, etnisch-culturele minderheden, personen met een handicap, vrouwen, ik hoop ook mannen, jongeren, ouderen, mensen in armoede, holibies, transgenders en zoveel meer. Die verenigingen die steunen op de onbezoldigde en onvermoeibare inzet van talloze vrijwilligers. Laat ons een kat een kat noemen. Zonder verenigingen is een gemeenschap alleen maar los zand. Een vereniging oprichten en blijven doe je niet zomaar. Het brengt heel wat verplichtingen met zich mee. Ik zit zelf ook in een aantal VZW's en ik heb ook al een aantal keer gevloekt over alle verplichtingen die daaraan gekoppeld zijn. Maar er zijn nog een hoop andere verplichtingen. En om verenigingen hierbij te ondersteunen, richtte de stad Antwerpen exact 10 jaar geleden een eerste buurtsecretariaat op in Permeke. Verenigingen kunnen in een buurtsecretariaat terecht om hun administratie te doen, kopies te nemen of te overleggen. Tijdens de permanentiemomenten krijgen ze er advies en begeleiding voor hun werking. De secretariaten zijn een stedelijk en creatief initiatief en antwoord op de nood van verenigingen aan een fysieke plek om hun werking uit te bouwen en samen te komen. Wij kunnen als stad, ik zei het straks, er zijn vele honderden verenigingen, wij kunnen als stad niet voorzien in een eigen clublokaal voor elke vereniging. Maar we kunnen ze wel samenbrengen en in die buurtsecretariaten. En een groot voordeel daarbij is ook, of vinden we toch alleszins heel belangrijk, dat ze ook daar in die buurtsecretariaten met elkaar gaan samenwerken. Hierdoor verruimen ze hun horizon. We hebben op deze manier al mooie samenwerkingen zien ontstaan. Verenigingen die de handen ineens slaan om het jaarlijkse Europarkfeest te organiseren. Of verenigingen die vrijwilligers uitwisselen om aan huiswerkbegeleiding te doen. Andere verenigingen wisselen dan weer materiaal uit om elkaar te helpen of helpen effectief fysiek op elkaars activiteiten. De buurtsecretariaten zijn uniek en blijken ook heel duidelijk, we zetten vandaag de 250ste vereniging in de bloemetjes, die buurtsecretariaten
En ik heb straks ook van Judith gehoord dat ze stilaan uit hun voegen beginnen te barsten. Die buurtsecretariaten zijn dus een succesverhaal. Maar we zijn dan alleszins ook heel blij dat we hier vandaag samen met 70 van deze verenigingen dit feest hebben kunnen realiseren. Deze dag is een uitgelezen kans om de verscheidenheid van het Antwerpse verenigingsleven in de kijker te zetten. En kennis te maken met hun bestaansreden en werk. Deze vereniging, de vereniging van onze Kirgezische vrienden, die heet Kirgis in Belgium and Friends. Proficiat en welkom in ons verenigingsleven. Woord aan Ursula Jaramillo. Ik spreek het waarschijnlijk helemaal fout uit, maar ze werkt bij het Minderhedenforum, die Katrien Wijns aan de tand zal voelen over het ontstaan en begin van de buurtsecretariaten. Dames, allebei, welkom. Welkom allemaal. Welkom, Katrien. Dank je. Dat is lang geleden. Ja. Ik heb een vraag. Hoe kwam je eraan eigenlijk? Hoe kwam jij het idee eigenlijk om een buurtsecretariaat op te richten? Oh, dat is niet mijn idee hoor. Wel, laat ons zeggen dat het geen concept was dat al bestond. Op een mooie dag ontstaan is in het brein van iemand. Het is eigenlijk allemaal begonnen met met Terneken hier. Hè. Het gebouw hier werd helemaal herontwikkeld. De achterbouw werd gefinancierd door Europa en Vlaanderen. En daar moest ook een inhoudelijk project aangekoppeld worden. Nu, participatie was 10 jaar geleden enorm hot. Dat was een echte trend. Hè. Denk maar aan opsenioren. Was al een aantal jaar zwaar aan het boomen. Het stedelijk wijkoverleg was toch wel heel belangrijk ook in heel dat idee van participatie. Er waren een boel participatie-initiatieven die de grond uitkwamen. Ik denk maar aan Antwerpen aan het Woord. Wat hadden we nog? R4R. Koen, weet jij nog waarop die afkorting stond? Residence for... Enfin, in ieder geval, er waren wel wat participatie-initiatieven die belangrijk werden. En ook Europa zag daar wel iets in. En vandaar dat er gedacht werd aan een project rond participatie hier in Terneken. En ook niet in het minst natuurlijk, omdat hier ook wel een heleboel verenigingen waren. Burgers die engagementen namen, bewoners, groepen die hier zich gevestigd hadden. Ja. Dus dat was ook oorspronkelijk opzet bij ons ook gelukt? Nee. Het oorspronkelijk opzet was eigenlijk iets veel theoretischer. Dat was een participatiekenniscentrum. Kun je je voorstellen, als je dat op je naamkaartje moet zetten, dat klinkt weer heel wat slechter dan een buurtsecretariaat. Nee, het idee was om ervaringen en kennis rond participatie ergens samen te brengen. En om daar toch wel wat dichter bij de realiteit te staan, wou men 4 bewonersgroepen ook uitnodigen om hun bureau daar te hebben. Een soort platform? Ja. Nu, al gauw werd duidelijk dat 4 bewonersgroepen ergens samen zitten, en dan aan kennis vergaren, dat toch niet was wat de bewonersgroepen en verenigingen zelf wilden. Wat ze zelf wilden was een plek waar ze eigenlijk zonder al te veel poespas, zonder veel bemoeienissen hun ding konden doen, ondersteuning konden krijgen, kopies konden nemen en liefst ook 's avonds en in het weekend. Dus dat was een concept dat nogal ver stond van eigenlijk alle soorten stedelijke projecten die er toch heel erg op gericht waren, alles in regeltjes te gieten, vooral niet 's avonds en in het weekend. Veel aan te bieden van diensten. Dus ja, dat was toch niet zo evident. Dus we hebben daar toch wel hard aan moeten werken. Maar ik ben heel blij dat het concept er uiteindelijk nu nog staat. En dat is echt wel dankzij al die bewonersgroepen en verenigingen. Want zij hebben uiteindelijk meegewerkt aan dat concept en bepaald wat dat concept moest zijn. En jouw rol hierin, wat was dat? Voor mij gaat even die woord. Samenleving, ik wil een kleine voorbeeld geven. Ik zeg maar, toch maar, bijvoorbeeld, er is een doos van 100 kilo. Ja?
Die moet gedragen worden van punt A naar punt B. Iemand die alleen is, die gaat die doos van 100 kilo dragen, helemaal alleen, van punt A naar punt B. Maar Avenir zei ik, nee, je gaat even oplossing vinden. Zoek dat oplossing. Ik zei nee, je gaat collega roepen, andere mensen samenwerken, om die doos van 100 kilo te pakken naar van punt A naar punt B. Dat is, die doos is zoals ons leven. Ons leven, iedereen zegt leven. We moeten die doos, ons leven, samenbrengen. Van punt A naar punt B. Iemand die alleen gaat dragen, krijgt veel belast. En die groep die gaat samenwerken, bijvoorbeeld 10 mensen, als die doos van 100 kilo's, die gaat verdelen, iedereen gaat een stuk van die kilo's meebrengen. En dan wordt minder belast. Dat is een klein voorbeeld. Dus ook hetzelfde. Als wij niet samen kunnen werken, we willen iedereen apart. Ik denk dat gaat een beetje moeilijk zijn voor ons. Daarom zeg ik, samenwerking van ons in Antwerpen is zoals ons leven. De doos van 100 kilo die samen dragen, die gaat minder belasting voor ons, voor iedereen. Dat is dus een bijdrage voor de Antwerpse. Ja, het is een bijdrage. Ons bijdrage, dat is samenwerking met een andere organisatie. Wat is dan jouw boodschap eigenlijk, die dit feest dan hier moet uitdragen? Ja, zoals je er juist gezegd hebt, samenwerking. Dat kan niet anders sterker slogan zijn zoals die van de Belgen zelf. Als jullie mensen die dat weten, in de Belgen zegt de mens, samen zijn we sterk. Samen zijn we sterk. Anders ga ik zeggen, samen kunnen we ook bepaalde conflicten voorkomen. Want nu, wij vereniging, we hebben nu ook een verantwoordelijkheid om samen te kunnen werken en bepaalde boodschap te kunnen brengen in onze maatschappij. We weten nu dat we zitten in een moeilijke situatie in de wereld. Zonder samenwerking, we gaan altijd conflict tussen ons brengen in plaats van resolutie van het probleem. Okay. Samenwerking is resolutie van conflicten, is conflicten voorkomen. Oké, dankjewel. Ja, ik ga daar volledig mee akkoord. Ik zou het anders durven zeggen. Een warme samenleving kan maar blijven bestaan en groeien, dankzij de verschillende organisaties die zich bezighouden met het welzijn van mensen. En het is ook dankzij de stad, ik mag misschien geen reclame maken, maar het is ook dankzij de stad dat dat ook mogelijk is. Die samenwerking, dat voelen wij ook wel heel belangrijk. Oké, ik hoor dus hier, de verenigingen zijn belangrijk om samen te werken, om boodschap, verantwoordelijkheid op te nemen. En ik dank jullie ook allemaal dat jullie dat willen doen, want het is vanuit een vrijwillige initiatief dat je dat doet en dat je je betrokken voelt bij deze samenleving. Ik denk ook dat het een recht is dat wij dat kunnen opnemen en mogen opnemen. En ja, ik denk dat dat heel belangrijk is om als vereniging te blijven en mogen bestaan. Hè? Daar hoor ik ook een beetje. Dank je wel. Goed, bedankt Ursula, bedankt Avenir en bedankt Jan. We zijn aan het einde van ons officieel programma, maar er is nog een heleboel te doen vandaag. Willen jullie graag wat meer weten over het buurtsecretariaat en een bezoekje brengen aan het buurtsecretariaat Permeke? Dan kan dat onmiddellijk na de flamenco-muziek. Daar is Ekrem, hij gaat hier staan en jullie kunnen met hem mee. Als jullie graag het buurtsecretariaat Permeke even willen zien. Ik wil ook, net als Ursula, graag alle verenigingen heel hartelijk bedanken die hier aanwezig zijn. En die zo hard hebben gewerkt om van dit feest een succes te maken. De verenigingenmarkt, eten en drinken, muziek, hier komen praten. Iedereen deed zijn of haar ding en het is echt super. Fantastisch, dank u wel. Ik nodig u graag Hamlet uit voor nog een streepje flamenco muziek. Uw achternaam is Cadacian. Cadacian.
dat is heel erg moeilijk, maar de muziek is prachtig. En hartelijk bedankt voor deze mooie muziek. En jullie, hartelijk bedankt voor jullie komst. Ja. Vergeet niet, om 6:00 treedt ook nog de Ambrasband op het Koningsplein. Dat wordt een heel leuk feestje. Thank you.